Hey, Ini, moet jij niet naar buiten spelen? Nee, Sien. Ik heb geen zin. Nee. Maar wat is er toch met je? Je zit zo te rillen. Ja, ik heb het een beetje koud. Ja, dan ga je toch niet ziek worden, hè? Dus, ja, je voorhoofd is wel een beetje warm. Heb je ergens pijn? Of zal ik je naar bed brengen? Nee, dat wil ik niet. Nee. Wacht eens even. Kijk, dan... leg jij je hoofdje hier zomaar lekker op, hè? Oh, ja. En dan ga ik je nog warm onderstoppen. Zo, kijk eens. Ja. Wil je wat drinken? Ja, een klein beetje sap, zien. Ja. Heb je soms last van je keel? Een beetje. Ja, ik dacht het wel. Weet je wat? Dan maak ik een lekker honingdrankje voor je, hè? Oh ja. Zo. Wampidompidee, wampidompipo, wampidompipo, wampidompipee, wampompidompipom. Hé, nou ja. Ini, wat heb jij nou? Ik ben ziek. Niet dus? Wel eens. Nou, zo, zeg. Een lekker warm honingdrankje. Heel goed voor de keel. Wow. Dat is lekker. Ja, lekker zeg. Ja, wat doe jij nu, Tommy? Ik ben ook een beetje ziek, geloof ik. Ik ook. Ja, dan kunnen jullie straks niet mee eten, hè? Oh, jawel. Nee. Jawel. Nee, en dan moet ik jullie vanavond extra vroeg in bed stoppen, hè? Echt niet, Sien. Maar ik vind warme honingdrankjes ook zo lekker. ik snapte het wel, hoor. Weet je wat, Pino, dan ga jij daar lekker in de kussens liggen. En Tommy, dan leg jij je hoofd hier zo. En dan ga ik nog een lekker warm honingdrankje voor jullie maken. En dan ga ik daarna nog gezellig een verhaaltje voorlezen. Goed? Leuk, zien, ja! Leuk. Een beetje ziek zijn is wel leuk. Echt wel. Maar ik was eerst. Ja, jij was eerst. Oh. Zo. Ini Mini, wat ben jij aan het doen? Ik maak muziek, Aart. Noem jij dit muziek? Ik speel piano en ik zing. Ja. Maar als je niet kunt spelen, maak je de piano kapot. En dat is een heel duur instrument. Nou ja, ik speel toch? Maar als je niet goed kunt spelen, maak je de piano vals. Maar die is allang vals. Ini Mini, piano spelen is heel mooi. Maar dan moet je het eerst geleerd hebben. Dus ga jij nou maar even wat anders doen, hè? Mm. En dan vraag je maar of je later pianoles kan krijgen. Ja? Nou, moe. Ja. Stom. Ja, heel stom, ja. Ja. Het is natuurlijk heel verleidelijk voor die kleintjes, hè. Prachtige toetsen. Ik had vroeger ook altijd een piano gehad willen hebben. Ik had ook heel veel talent, hoor, ja. Dan had ik misschien wel kunnen optreden. Ja. En dan zweefden mijn handen boven de toetsen. En dan luisterde het publiek ademloos. En dan had ik zo'n zwarte jas aan met van die zwarte pandjes en hagelwit overhemd. En daar zat ik in. En dan begon ik te spelen. En het publiek vond het prachtig, ontroerend. De tranen biggelden over hun wangen. En als ik dan klaar was, dan begonnen ze te klappen in hun handen. Heel hard. En dan riepen ze bravo, bravo, bravo. En dan stond ik op. En dan boog ik naar het publiek. Hé, Aart, wat ben jij nou aan het doen? Hier, we dachten dat Tommy zo op de piano tekeer ging. Nee. Ik keek alleen maar of Ini Mini niks stuk had gemaakt aan die toetsen of zo en aan die piano, hè. Hemel, is het alweer zo laat? Ik moet meteen naar kantoor. Nou ja, met een kind, toch? Hier, ik ga weer spelen. Ja, ik ga weer spelen. Lot, kijk dan. Ik heb mijn vingerpijn gedaan. Ik heb bloed. Och. Kijk dan, mag ik een pleister? Nou, zien. Hè? Oh. Huh? Moet je nou huilen, Lot? Oh, zo erg is het niet. Zo'n pijn doet het ook weer niet, hoor. Nee, maar daarom huil ik ook niet. Nee, ik ben uien aan het snijden voor de uiensoep.
En daarom prikken mijn ogen en dan gaan ze tranen. Uien? Ja, wist je dat niet? Ja, als je uien snijdt, oh, dan gaan je ogen prikken hoor. Dan gaan ze tranen, heel erg. Wil jij het een beetje droog maken met die doek? Ja. Kan je dat zelf dan niet? Kan je ook niks meer zien? Jawel, nee, maar mijn handen die ruiken heel vies naar uien. Dan gaat die doek ook stinken. Oh, kom maar. Ja. Oh, dank je, lievertje. Ja, hier een beetje, daar een beetje. Ah, ja. Zo. Zo. Ik zal mijn handen even wassen. Zo. Kijk eens aan. En dan ga ik voor jou even een pleister halen. Oh, dat hoeft eigenlijk niet meer, hoor, Lot. Het is alweer over. Echt niet? Ik haal hem zo voor je, hoor. Nee, hoeft niet. Oké. Ga ik door met mijn uien. Ja. Maar ga je dan weer huilen, Lot? Mag ik kijken? Ja, ja, dan ga jij alleen misschien ook huilen, hè? Ja, leuk juist. Gaan we alle twee huilen. Gezellig. Mag ik helpen? Ja, jij mag helpen. Weet je wat? Als jij deze even helemaal schilt, al die schilletjes eraf. Ja? Goed zo. Wordt dat een blote ui? Ja. Ja. Lot, heb je Innie meneer? Ja, die is hier. Innie, daar ben je. Wacht even. Ja, ik ben Lot aan het helpen met de uien. Uien? Ja, help je ook mee? Echt niet. Uien, die prikken aan mijn ogen. Nee, dat wil ik niet. Nee, ik ga wat anders doen. Ja, ik ga wel voetballen met Pino. Tommy is bang voor uien, Lot. Ja, maar ik niet, hè. Ik ben stoer. Oh, nou. Je bent zeker stoer. Echt wel. Tommy? Wat? Tommy, mag ik bij jou in bed? Nee. Waarom niet? Ja, ik wil slapen. Ja, ik ook. Ik wil bij jou slapen. Nou, dat wil ik niet. Wel te rusten. Misschien zit er wel een monster onder mijn bed. Ja, een monster. Nou, echt niet. Ga slapen, Innie. Tommy, mag ik bij jou in bed? Oh, nee. Maar er zit een monster onder mijn bed. Echt niet. Echt wel. Even kijken. Ja, nee. Nergens een monster te zien. Trusten. Echt niet? Oh, nee. Echt niet. Wel te rusten. Wel te rusten. Nou, dan zal het monster wel onder jouw bed zitten. Onder mijn bed? Ja. Ja, want als het monster niet hier is, dan is het dus daar. Een monster onder mijn bed? Je mag wel bij mij in bed komen, hoor, Tommy. Ja, nou, heel snel dan. Van je 1, 2, 3, zo. Ja. Oh. Ja, kom maar. Ja. Ah, zo. Poeh, nou. Zo beter? Ah, veel beter. Zo, dan Tommy. Ja, ja. En nu Innie. Ja. Zo. Hé, maar Peetje. Ja, schat. Ik heet geen Innie. Ik heet Innie Minnie. Ja, ja, maar dat weet ik toch? Ja, maar op mijn pannenkoek staat Innie. Maar bij Tommy staat toch ook niet Tom? Of bij Pino staat ook niet Pin? En bij Purk staat ook geen Pin? Ja, maar Innie Minnie is veel te lang voor op de pannenkoek. Dat zijn te veel letters. Eerst Innie en dan Minnie. Ja, nou moeder, kan ik toch zeker ook niks aan doen? Nee, wacht nou eens even. Peetje. Ja. Innie is toch bijna net zo lang als Minnie? Echt waar? Ja. Nou, dan past Innie op één pannenkoek en Minnie op een andere pannenkoek. Dan heeft ze gewoon twee pannenkoeken. Ja, dat moeten we proberen. Dat is een goed dat idee. Dat is een goeie. Goed, gaan we doen. Ja. Gaan we doen. Ja. Even kijken. Twee pannenkoeken. En dat is Minnie. Ja. Tada! Heel goed. Nou, ga dan nu maar eten. Ja. Nee. Ik wil nu ook twee pannenkoeken. Hè? Met je naam erop? Ja, nee. Ja, nee, maar hou. Peetje. Ja. Weet jij dat ik eigenlijk... Ja. Pino... Dino Mino Minnie...
Ja, en dat moet denk ik wel op... wat komt er naar de drie? 5 pannenkoeken. Ja hoor. Ja. Ga nou maar eens eerst eten. Jotem. We beginnen eerst met Pino. Ja. En daarna Dino. Ja. En als je dan nog honger hebt, mijn schat, hè, dan doen we de rest. Oké, okay, ja, goed? Oké. Eenvoudig. Afvallen. Wil jij hem voor me snijden? La 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 la. Ja. Aard, weet jij hoe je iets aan elkaar naait als het is gescheurd? Nee, daarvoor moet je bij zien zijn. Oh ja. Oh, maar, oh ja, weet jij dan misschien iets wat heel goed plakt? Ja, plakband. Nee, nee, ik bedoel iets wat nog beter is dan plakband. Inimini, hou eens op met dat gevraag. Ik ben net thuis, ja? Ja, dat weet ik. Maar Aard, nee, nee, nee. Stoel gaan zitten, dat mag niet. Ja, wat zullen we nou krijgen? Eerst allemaal lastige vragen stellen en vervolgens roepen waar ik wel, ja, en waar ik niet mag zitten. Ja, nee, maar het is namelijk zo, die stoel... Inimini, ik heb daar genoeg van. Ja, maar... Ik heb de hele dag hard gewerkt en nu wil ik met rust gelaten worden. Maar neem maar aan. Oh, ja. He, zo, nou is hij echt stuk. Joehoe, jullie kunnen komen. Het museum gaat nu open. Kom allemaal. Ja, kom maar. Zie je nou? Inimini, schiet alsjeblieft op. Ik heb haast. Ja, ja. Ja, het gaat zo open, Aard. Ik moet nog heel even iets, ja, iets goed leggen. Mooi, maar een beetje snel. Ja, ja, ja. Ja, 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 ha, ha. Zo. Zo, ja. Klaar. Oh, fijn. Nou.
Jullie raden nooit wat voor museum ik nu weer heb gemaakt. Nou wel hoor. Ik dacht het wel. Ik, dat hoeven we ook niet te raden, dat weten we zo wel. Hoe was het nou? Hebben jullie soms al stiekem gekeken? Ja, hier. Kijk hier en hier. Inie, Minie, maak dat museum nou maar open. Ja. Oké. Nou, daar gaat hij, hè. Da-da-da-da. Ja, hoppelakeetjes. Kijk maar! Ja! Oh, jij is geluisterd! De kano van Frank! De kano van Frank! Oh, die ben ik wel! De kano van Frank! Ja, die van mij! Die is van mij! Ja,